Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van mijn Biopro-carrière. Dus aflevering 40 alweer in de Volta a Catalunya, rit nummer 1. En ik probeer hier weg te komen. Maar het peloton liet me niet echt rijden. In de afdaling grepen ze me weer en toen werd het een massasprint. En in die massasprint was Cogar de allersnelste. Gaan we ook naar rit 2 en dat was een ploegentijdrit en die wist Team Sky te winnen. Zelf was ik niet heel sterk, want ik moest zelf lossen bij mijn ploeggenoten en verloor 3 minuten en 10 seconden. Dat gaf me wel de kans om naar rit 3 voor de vroege vlucht te gaan. En dat was geen verkeerde keuze, want ik was de beste klimmer in de kopgroep en liet daarom ook iedereen achter. We hadden zo'n grote voorsprong opgebouwd dat ik ook de rit ging winnen en ik kwam ook weer wat dichter in het klassement. Ik stond nu 10e op 1 minuut 29 van klassementleider Nairo Quintana. Rit 4. We vielen weer aan en we reden zo hard weg van het kop van het peloton dat we in een kopgroep belanden. Ik samen met Conrad. En Conrad was een goede pion om mee te hebben, want hij reed keihard op kop. Hij reed zo hard op kop dat in de sprint ik er niet meer langs zij kwam, omdat hij zo hard reed. Conrad in de rit, ik werd tweede en ik pakte weer een paar seconden terug in het klassement. Rit 5, dat is de koninginrit, want dat was een zware beklimming op het einde. Quintana bewees maar weer eens waarom hij in de leiderstrui rijdt. Ik werd zesde en ik steeg in het klassement naar plek 2. Rit nummer 6, daar zijn we dan gebleven. Een heuvelrit en ik probeer er nog even aan te vallen. Net voor de afdaling. Maar het peloton zat nog wel heel dichtbij. In de afdaling kom ik hier bij de koplopers. Maar uiteindelijk word ik toch gegrepen. Ik kon niet een groot genoeg voorsprong opdoen. Ik probeer hier nog mee te sprinten. Maar daar komt de wereldkampioen Michael Matthews. En die doet zijn trui eer aan en wint de rit. Rit 7. Dat is de laatste rit van deze Volta a Catalunya. Ik probeer weer aan te vallen. Natuurlijk. En welke rit heb ik niet proberen aan te vallen vandaag gedaan. En het peloton is nog maar 1. Maar uiteindelijk springt Simon Yates weg. En hij pakt de rit. En ik finish in het peloton. Wordt uiteindelijk tweede in het klassement. Na een slechte ploegentijdrit.